Breda Nu. Je weet het meteen. Marge in Beeld is een netwerk van allerlei vrijwilligersorganisaties die optrekken met mensen in armoede en proberen armoede te voorkomen en te bestrijden. Denk bijvoorbeeld aan Vincentius, aan Stichting Leergeld, de Voedselbank, het Annahuis, Steungezin, Mondiaal Centrum, Zorg voor Elkaar en een heleboel. En wij hebben nu voor het vierde jaar de Anti-Armoededag georganiseerd. De Anti-Armoededag is door de VN uitgeroepen als wereldwijd elk jaar om daar aandacht voor te vragen. En we hebben hier een werkconferentie gehad. Armoede en politiek was het thema. En er waren hier meer dan 100 mensen. Het waren mensen die zelf op of onder het minimum zitten. Maar ook case managers, politici, beleidsmakers, ambtenaren, hulpverleners. We zaten hier allemaal bij elkaar. En het feit dat er zoveel mensen zijn gekomen wil zeggen dat er nog steeds armoede bestaat. En dat we vinden dat het beter en anders kan.